Ja, en ik had net echt een superleuke 5D-café. Dat doen we dus elke zaterdag nu. En ik promoot alles in het Engels, maar ik praat nu Nederlands. En meestal praten we ook Nederlands. Maar ik wil het neerzetten als een internationaal platform, 5D-dating. Vandaar dat ik het in het Engels doe. En als er Engelstalige mensen bij komen, dan gaan we natuurlijk gewoon in het Engels praten. Want ja, dan kunnen we verbinden met elkaar. Nou, heel leuk gesprek. Even samenvattend, want we hebben het niet opgenomen. Maar dan heb je wel een idee hoe zoiets eruit kan zien. Ik had Alexia en Alexander in de uitzending. Dat was een stel. We hebben het gehad over een beetje over hun leven, ook over de tijd van de demonstraties, een beetje over het ontwaken. Daarna kwam er nog Kohar bij, die ik hier ook ken. Die is al vaker bij 5D Dating geweest. Hadden we het over wat juridische zaken. Hè? Bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld beslist om geen zorgverzekering meer te betalen, hoe dat dan gaat met CRK. Dus ook allemaal dat soort praktische zaken komen er aan bod. En laatst kwam ook nog Fred erbij. En was er ook voor het eerst. Dus ook superleuk. En die maakte zich ook een beetje zorgen over de tijd waar we in zitten. Maar uiteindelijk hebben we het erover gehad dat we gewoon in een film zitten. En dat we zelf dus die keuze maken van, ja, zijn wij mede-acteurs in de film? Hè? Dus gaan we er lekker in op? Of gaan we gewoon van een afstandje kijken naar het entertainment waar we in zitten? En ik denk dat het verstandig is om dat laatste te doen. Omdat je dan... voor jezelf het een stuk makkelijker maakt. En dat maakt het leven een stuk fijner. Wil je er de volgende keer bij zijn, bij het 5D-café, dan nodig ik je van harte uit. Dus het is gewoon laagdrempelig. Wel even je webcam aan en je geluid, zodat we elkaar kunnen zien. Het wordt niet opgenomen, dus het is alleen maar voor de mensen die erbij zijn. Wat wil je nog meer weten? Wat wil je nog meer weten? Ja, gewoon gelijkgestemde zielen ontmoeten en... misschien wel de liefde van je leven, je soulmate, je twin flame, whoever knows. Ik hoop geen karmische relatie meer, dat we dat allemaal hebben gehad. En gewoon een leuke tijd. En waarom 5 uur? Ja, dat is gewoon zo'n beetje zo'n tussentijd, hè? Borreltijd, nou, mijn wijntje is op ondertussen. Ik kan ook kaarten voor je leggen, heb ik vandaag ook gedaan. Iemand wilde weten wat zijn pad hier op aarde was. En uiteindelijk was het super mooi, was het gewoon dat ze hier op aarde was om te ervaren hoe het is om mens te zijn. En ik denk dat een mooie boodschap is voor ons allen. Dat we hier allemaal gewoon zijn om te ervaren hoe het is om mens te zijn. In ons ruimtepak. Ik wens je een hele mooie dag. En graag tot ziens in het 5D-café. Ik ga nog even dansen. She won't tell you why. No more butterflies, cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying. Connect with your high vibe energy tribe. Welcome to 5D Dating, the Age of Aquarius community platform for awake souls, starseeds, light workers, game changers, and all earth angels. We offer you a safe place where you can connect with like-minded souls, meet your cosmic brothers and sisters who shine bright to help humanity rise during the Great Awakening. I'm Eva van Zeeland, creator of 5ddating.com and inspired to create a more beautiful world. In 2011, I started my company Miss Natural Lifestyle in my own quest for the truth. As a child, I already had big life questions to which I didn't receive any answers. Why are we here on Earth? What is my role and why do we have to die? Now I know that I'm here to let my light shine, to sparkle and raise the vibration so that we can grow as a collective into a higher consciousness. We may again remember that we are powerful, energetic beings with superpowers, like self-healing. Just like you, I lost family, friends and acquaintances during my awakening process. Luckily, I met a lot of new people who see what I see. So don't worry, you're not alone. We are in this together. With 5D Dating and Community, I created a social platform where you can connect with your new friends and family. Share your thoughts, inspire others, and even find love. I hope you love yourself first. Trust the divine timing of your life, and remember, you are already whole. Feel free to look around, and let's grow to this new paradigm together as one.